van de Loes. We zijn hier allemaal bij elkaar omdat jij hier natuurlijk je expositie hebt. Ja. 10 jaar geleden ontmoette ik jou, of jij ontmoette mij eigenlijk meer, met de vraag van joh, ik wil graag werken, exposeren en cursussen en workshops geven hier in mijn eigen wijk. Nou ja, voor één is dat niet te regelen. Maar nu hebben we 125 kunstenaars en is het een stuk makkelijker. Ik was naarstig op zoek naar iemand die me bij kon staan in het culturele aspect hier in de wijk. Omdat ik opnieuw een boekje moest schrijven over de wijk. Dat had ik al geschreven. Moest een nieuw boekje schrijven. En toen dacht ik van, oh help. En toen zag ik iemand staan en dacht ik, nou, die is misschien vrij. Die heeft misschien interesse in cultuur. Die kan me misschien helpen. En dat werd Hubertien. Die zegt ja, ja. En nou, toen hebben we dat kunstpost ontwikkeld. Oh. Zo is het gegaan. Ja, mooi. Ja. Het was haar idee. En uiteindelijk is het dit geworden. Dit is ons 5e pand. Nou ja, uiteindelijk hebben we nu onze eigen galerie, wat jij altijd zo graag gewild hebt, midden in het hart van de wijk. Hier in het winkelcentrum. Deze tentoonstelling wordt straks geopend. En wat is het thema van jouw schilderij hier? Het thema is de waarde in een wederopbouwwijk. Wat zijn de waarden in een bepaalde wijk? En deze wijk heet Mariehoeve. Het eerste wat ik van Anneloes heb gezien is Anneloes zat aan de bewonersinitiatieventafel van het energietransitieteam. Liet daar veel van zich horen. Vervolgens was ze ook bij de tafel van de VVE's en liet daar ook weer duidelijk blijken dat ze haar eigen gerijde ideeën had. Voor mij was het nog niet precies duidelijk wie nou waarom waar aan tafel zat. Zeg maar begonnen 60 jaar geleden. Toen was er een behoorlijke woningnood in Den Haag. Dus toen hebben ze een heel groot plan gemaakt, een nieuwe wijk. En dat was een bijzondere planning. Het zijn geen gesloten blokken, maar allemaal open ruimtes waar vrij eigenlijk je door kan bewegen. Dus je zet een blok, een grote, en in verschillende lagen. Dus 12 hoog, 4 hoog, volgens mij ook 7 en dan 2 hoog. Van de week had ik een afspraak met Anneloes en Jacqueline, die vooral veel met duurzaamheidsinitiatieven altijd te maken had gehad en die met zwangerschapsverlof gaat. Zo kwam ik aan mijn eigenlijk tweede, eerste indruk van Anneloes en die ga ik onthouden. Ik kwam daar aan fietsen. En ik stopte om over te steken en ik zei het al tegen jou, ik kreeg spontaan het vakantiegevoel. Want Anneloes zat buiten met haar schildersezel, volgens mij dit aquarel te maken. Hè? Ja, hier was jij mee bezig. Ja, deze. Ja. En ik gluurde om het hoekje en ik was heel blij verrast. Omdat ik eigenlijk vond het een vrolijk licht. Franse sfeer, zo zei je hier tegen mij. Schilderij was. Ik kreeg meteen een soort stoomcursus van Anneloes over de lichtinval op de blaadjes, op de bomen. En ook hoe je vervolgens verder moet denken, want er komt een gebouw achter te staan en dan verandert alles. Dan verandert het beeld. Ik vind zelf dat Anneloes heel gedetailleerd schildert en ik vind het bijzonder dat ze zo nadenkt over hoe de dingen eruit zien en over hoe ze er daarna uit gaat zien. Dus je ziet hier bijvoorbeeld 4 hoog en 12 hoog en dan daarachter zie je lagere huizen. Die rode dakpannen, dat waren eensgezinswoningen ontwikkeld door iemand van de PTT. Die paste eigenlijk niet in de wijk met allemaal platte daken. En dat is dus een ander iets wat me opgevallen is van Anneloes. Dat Anneloes heel erg nadenkt over de toekomstige ontwikkelingen en wat het effect daarop gaat zijn voor bijvoorbeeld deze mooie wijk. In dit gebied zitten we dus in een polderpeil, dat is laag. En wij moeten water bergen. Dus om de stad met boezempeil niet te laten onderlopen. En daarvoor moeten we bijvoorbeeld waterberging op de daken doen, dus groene daken. Meer water tussen de ruimtes, dus dat heet wadi's. Dus we gaan wandelingen organiseren waarbij je de ruimte bekijkt, hoe je gaat veranderen of je ook gaat verduurzamen. Wij hebben vervolgens vooral zitten praten over de wijkwandelingen die er moeten gaan
Daar gaan wij nog zeker over verder mee praten. En jij gaat er zeker over verder. En met hulp van een team en kunstpost ook. Die gevels die moeten zeg maar geïsoleerd worden. Hoe ga je dat doen? Dezelfde kleur? Of ga je die lagen van de vloeren allemaal laten zien? En die zie je zeg maar hier. En daar komt een heleboel... Oh, dat is om hier. De warmte die gaat via die vloerdelen naar buiten. Dat is beton. Dus dat moet eigenlijk dan weer geïsoleerd worden. En hoe wil je dat... Die schil, die de nieuwe schil vorm gaat geven. Dat is eigenlijk, hoe bepaal je de waarde van de wijk? Adeloes komt al een tijdje, soms wel, soms niet, naar de adviesraad. Dat is zeg maar de spreekbuis in Mariehoeven, waar iedereen terecht kan met serieuze problemen over de wijk. En Adeloes maakt ze daar vaak nogal druk over dingen die er niet goed gaan. Meestal zijn die terecht. Wat bij mij is blijven hangen, en nou ja, goed, ik hoop dat ik dat goed begrepen heb, is dat, dat jij wil laten zien, één, wat een mooie wijk dit is, wat een mooie groene wijk dit is. Hier hebben we ook ronde balustraden. Die zijn ondertussen vierkant, dus de vriendelijkheid is dan een beetje zoek. Mm-hmm. Wat hebben we nog meer hier te zien? Je had iets over die kleur, had je iets? Dat is de kleur van de... Oh ja, deze. Deze kleur, dat is ook een tijdsbeeld van de jaren 90 zo ongeveer. Dat ze hier... was alles grijs eigenlijk, hè? Dus toen hebben ze een bepaalde flats, blauwe flat, een gele, een groene flat. En die zijn nu getransformeerd, een beetje opgeknapt, gerenoveerd. Dus als je nu gaat kijken, is het beige. En hier is het allemaal netjes opgeknapt. Nieuwe balkons. Van binnen natuurlijk ook. En de buitenruimtes wordt allemaal gewerkt. Met de strating. Er is ook de afgelopen 10 jaar is er ook wel nieuwbouw gepleegd. Hoe belangrijk de architectuur is. Hè? Daar hebben ze natuurlijk 60 jaar geleden hebben ze daar heel goed over nagedacht. Over hoe dat opgebouwd moet worden. Dat de nieuwe ontwikkelingen onder andere... door de energietransitie van het gas af, meer verduurzamen, al dat soort dingen, dat dat invloed gaat hebben op de wijk en dat het belangrijk is om de kwaliteit van de wijk te bewaren en om zorgvuldig om te gaan met die nieuwe ontwikkelingen moet je wel goed weten wat die huidige waarden zijn. Dus 10 jaar geleden schreef ik het boekje 50 jaar Mariehoeven en nu gaan we kijken van... Wat is er nu en hoe gaan we verder in die energietransitie en die wateradaptatie hier in Vlaamse? Eigenlijk een gebiedsontwikkeling toch, waar je dan naar gaat kijken. En dat doen we met wandelingen. Maar ik wist niet dat zij dit soort prachtige werken maakte. Ik ben daar echt van onder de indruk. Als je oog voor detail hebt, en ja, dat heb ik denk ik wel, dan kun je zien hoe gedetailleerd deze aquarellen zijn. Ik ben daar zelf heel erg onder de indruk. Dus dat is de meer reden om met Adeloes samen te werken. Ik hoop van harte dat het Adeloes lukt en met de mensen omheen om iedereen te inspireren. Om die waardes te zien en dat we daarmee zeg maar, met z'n allen uiteindelijk kunnen werken aan die energie-neutrale stad waar we... klimaatneutrale stad waar we naartoe moeten. En ik hoop dat je veel mensen weet te bereiken. Ja, klimaat. En daar waar ik kan helpen, ga ik dat proberen. En we zullen het denk ik niet altijd met elkaar eens zijn, vermoed ik zo. Ik had heel graag wethouder Saskia hier willen hebben, Saskia Bruiners, maar die kon vandaag helaas niet. Zij heeft als tegenprestatie toegezegd dat ze gaat uitzoeken of Adeloes, als ze dat wil, iets van een week of twee in het atrium in het stadhuis kan exposeren. Wow. Ja, maar niet in mijn eentje hoor. Dan gaan we bij helpen. De wijk laten zien in het centrum, ja. Of niet? Wow. Ja. Adeloes is eigenlijk gewoon de lopende encyclopedie van Mariehoeven. Die weet alles, woont er ook al 58 jaar, als ik niet, niet vergis. Dus als iemand iets over de wijk weet, is het Adeloes. En deze tekeningen, deze aquarellen spreken voor zich. Er liggen daar ook nog mappen met portretten. Nou, dan ben je, als je die ziet, nog meer van onder de indruk. Dus
Ik ben persoonlijk erg trots dat Anneloes hier woont en dat dit werk hier in de wijk is. Ja. Ik mocht van Hubert 10 zeggen, bij deze is het geopend. Ik moet Hubert 10 wel bedanken dat ze zo standvastig is in haar atelierbeleid voor kunstenaars en dat ze een plekje heeft gevonden in het centrum. Waar al zeker 7 of 8 jaar op gehaast werd, heeft ze toch maar mooi bewerkstelligd. En met de keuze van Hubert 10 om met wijkinitiatieven om het hier door te zetten, vind ik gewoon belangrijk dat het hier blijft in het centrum. Maar wel samen met wijkraad en anderen. Dank je voor alle steun. Maar dit moest wel heel snel gebeuren. Dit was binnen 3 weken of zo, moest ik inlijsten, alles uit de kast trekken van 10 jaar terug. Toen ik dat 50 jaar maar in. Fantastisch.